Die mevrouw met die groene jas, die heet Jeanette. En met de oranje jas, dat is Tineke. De mensen van Spoek lopen altijd in het oranje, zodat ze duidelijk herkenbaar zijn. En ook op de luchthaven is dat makkelijk als je met mensen afspreekt. Dat ze je goed kunnen vinden. En hier hebben we nog zo'n park. Dit is park 6. En zoals je ziet, een nieuwsgierig haagje staat daar over het hek te loeren. Ook hier allemaal nachthokken waar de honden 's nachts in kunnen slapen. En ook hier weer, alle hokken hebben een afdak waar de honden in de zomer lekker schaduw kunnen vinden. En allemaal hebben ze bakken waar water in kan, zodat ze lekker af kunnen koelen in de zomer. Zoals je ziet is momenteel diepe rust. De hokken die zijn 2-3 uur geleden allemaal schoongemaakt. En als je nou vanmiddag terugkomt om 4-5 uur, dan is alles weer vies en smerig. Want je begrijpt, die honden die eten niet alleen heel veel, maar alles wat ze eten moeten ze ook weer uitpoepen. Dus er gaan hier heel wat kilo's afval. Wordt er hier uit de hokken geschept. Kijk, zoals je ziet, ze zijn allemaal vriendelijk. Allemaal leuke, vriendelijke, lieve beesten. Sommige zitten echt al heel lang. Chris, hallo Chris. Hallo. Hé, kon jij maar zo vertellen, hè, voor de camera, maar dat kan niet. Er komt er eentje aangesprongen, Cindy. Tineke probeert voorzichtig te poseren. Lukt niet heel erg. Ja. Kijk. Ja. En Jeanette weer aan het filmen. Zoals je ziet draagt hij ook oranje, alleen ze heeft er een jas overheen gedaan. Ja, ze hebben naar beneden, hij. Zodat de oranje vest niet zo vies wordt. Zoals je ziet, dragen we allemaal oranje. Nou, dit zijn... En dit is een van die nachthokken. Kijk, daar liggen pallets in, van hout. Zodat ze niet op beton hoeven te slapen. We kunnen ze geen kussens geven. Want die trekken ze allemaal kapot. Hier heb je zo'n voercontainer. Je gooit er bovenin voer in. En onder kunnen ze eten wat ze nodig hebben. En als het leeg raakt, kijk, dan komt er van bovenaf weer voer bij. Dus ze hoeven niet te vechten om eten te krijgen. En hier, die waterbakken zijn ook automatisch. Met een waterleiding, zie je. Zodat ze altijd vol zitten en altijd water hebben. Je ziet dat de honden het geweldig vinden om aandacht te krijgen. En het is werkelijk, ze zijn allemaal even lief. Het gekke is dat we hier bijna nooit honden binnenkrijgen die vals zijn. En hoe dat kan, ik zou het niet weten. Misschien ligt het wel aan de temperatuur. Hallo, Havana. Dag lieve. Kijk hem hier staan te gluren bij de buren. Ben jij bij de buren aan het gluren? Hé? Ben jij bij de buren gluren? Hallo.
Ook dit is een jachthond, dit is een podenco weer. Kendall. Het is weer een ander soort podenco. Die is een beetje, die heeft wat langer haar. Ook daar zit podenco bloed in. Dit is Chipa en dit is Kendall. Ja. En dit is Tarzan. Tarzan. Dag lieverd. Ja, dat is ook lief hè. Hoi. Dit is Triton. Ja. Hé? Bijna alle honden kennen we. Dat is Lucky toch? Ja. Lucky. Hier hebben we Lucky. Dat is eigenlijk nog maar een pup. Ja. Hier hebben we Rocky. Dat is nou een pointer die je in Nederland eigenlijk bijna nooit ziet. Zulke lieve honden zijn dat. Ook hier zit Percy. Daar zit ook iets van. Percy. Daar zit ook iets van een pointer in. Ja. Havana. Hallo schat. Kijk, en natuurlijk. Natuurlijk hebben ze ook wel eens ruzie onder elkaar. Net als mensen hebben ook wel eens ruzie. Ja, dat hoort erbij. Chipa vindt het ook wel erg lekker hoor, even aaien. Ah, je vindt het toch wel lekker hè? Maar hoe heet het? Dat zijn broer en zus hè? Venus en Triton. Ja, Venus zit in park 1. Volgens mij is die wel hartstikke lief hoor. Nooit problemen veroorzaakt volgens mij. Hoe zet je het toch helemaal tegen hem? Wie is dit eigenlijk? Wie is dit? Deze? Wie ben jij? Ik weet het de naam niet meer. Maar het is zeker. Is nog meer? Dat is weg. Kom hier. Triton, Triton. Zou jij het kaas wel kapot willen bijten om eruit te komen? Hé? En die andere zwartwieten? Chris. Chris, ja. Chris is al zo vaak teruggekomen. Ik denk niet dat hij meer... weet ik niet. Die komt steeds terug. Die is al wel 3-4 keer teruggebracht. Ik denk dat die hier wel, zo'n hond die hier wel happy is. Heel lief afhankelijk beest, maar die is al wel 4 keer teruggekomen. Hey.